Welkom bij een gloednieuwe XGN video en we noemen het gewoon maar even voor de vorm unboxing. Unboxing van wat? Nou, van deze. Zeg het maar. Warlords of Draenor. Van World of Warcraft natuurlijk. Ja Michael, daar staan we. We hebben echt vette, coole, shit, tof post gekregen, hoe je het maar wil noemen. Een hele vette editie van de nieuwe World of Warcraft uitbreiding. Die vanaf vandaag natuurlijk uit is. En wij gaan je laten zien wat er allemaal in zit. Ja, dit wil je niet missen. Ik ga nu een ruzie maken met plastic en zo. Ja, als je echt een grote World of Warcraft fan bent, dan is deze Collector's Edition natuurlijk echt iets wat je niet wil missen. Nee. Ik moet zeggen, ik ben echt super benieuwd wat erin zit. Volgens mij een heleboel. Ben jij een beetje Blizzard fan, Michael? Ja, ik ben ontzettend Blizzard fan. En ik vind het ontzettend vet ook wat er allemaal in zit, dus ik ben benieuwd hoe dat... hoe dat eruit ziet. Ik ga het niet stelen, hè? Mijn huis. Nee. Grapje. Hey. Kijk nou. Zo. Nou, de doos is ook al mooi, hè? Dat artwerk altijd, hè? Van World of Warcraft vind ik zo tof. Ja, ontzettend knap gedaan. Even kijken, hoor. Wat is dit? Zo vet, zeg. Nou, een boek. De art. Als jij even verder gaat, ga ik deze ook even gewoon alles openmaken. Kijk, dat is die. Ja. Muismat, ook vet. Ja, ik moet zeggen, er wordt momenteel ook al gewerkt aan de recensie van deze uitbreiding. Want we hebben best wel Blizzard fans op de redactie. Zelf ben ik iets meer en behoorlijk verslaafd trouwens aan Diablo 3. Meer wat anders natuurlijk. Maar goed. The Art of World of Warcraft, Warlords of Draenor. Kijk nou joh, kijk nou. Als je deze s'nachts in de slaapkamer tegenkomt, dan schrik je helemaal de tyfus. A brutal world, nou dat bedoel ik. Bruut beest. Ziet er altijd bizar uit, ook die characters. Zo mooi en zo vet. Kijk dit allemaal, joh. Och. Wat er allemaal niet voor werk vooraf gaat, voordat die uitbreiding uiteindelijk is. Ik zou s'avonds met een wijntje kunnen zitten, wat borrelnootjes, en dan ga ik dit zo helemaal een beetje voorzichtig. Ja, het ziet er ontzettend vet uit. Wat ziet er nog meer in? Om te beginnen natuurlijk de game. Ja, geen uitbreiding zonder game. Ja, vet. Dat is de soundtrack, denk ik. Ja, de soundtrack. Oh, gaaf. Ik ben echt verslaafd aan game soundtracks. Ik kan echt, ik draai altijd game soundtracks, vind ik echt fantastisch. Ja, dus 19 nummers, dus dat is aardig wat. Ja, World of Warcraft soundtrack is ontzettend vet. Want alle muziek die je natuurlijk in de omgeving hoort van World of Warcraft, die zit daar ook in. En deze muziek is natuurlijk te horen in de nieuwe uitbreiding. Tof. Die kun je ook op cd gaan luisteren dan. Ik ga hem zo lekker op kantoor even opzetten. Ja, lijkt me ontzettend vet. Nou, wat hebben we nog meer? Dat is een dvd met behind the scenes, moet ik zeggen. hier laten ze waarschijnlijk zien hoe het gemaakt is. Wat vet! Ook heel vet. Behind the scenes. Oh, dat vind ik echt heel cool. Die wil ik best wel even kijken in mijn vrije tijd. Nou ja, je hebt nog wat in je hand. Mousemat. Ja, ook heel vet. Kun je lekker muizen. Heel belangrijk tijdens het spelen. Ja, zeker. Ik bedoel, dit is gewoon eigenlijk je mascotte. Als je speelt met deze mousemat, nou dan win je alles. Zo simpel is het. Ja. Ja, naast al die vette fysieke items zitten natuurlijk ook nog hele leuke in-game content in. Dat is onder andere de pet en de mount. Dus een hele vette pet en een mount die je dus in World of Warcraft kan gaan gebruiken. Voor StarCraft 2 zitten er portretten bij. In Diablo 3 zit er een speciale ketting bij die je op je character kan dragen in de game. En voor de game Hearthstone zitten er ook nog hele vette kaarten bij die je dus kan gaan gebruiken in Hearthstone. Ja, dus dat is de World of Warcraft Warlords of Draenor Collector's Edition. Ik weet eigenlijk zo niet uit mijn hoofd wat die kost, weet jij dat? Nee, hij zal waarschijnlijk heel duur zijn. Want in ieder geval meer dan €60, denk ik. Maar ik moet zeggen, als ik dit zo zie en je bent echt een groter Blizzard fan en je wil die uitbreiding spelen, dan zou ik zeggen, ga dan meteen echt voor deze uitgebreide ervaring. Ik bedoel, dit ziet er echt super gelikt uit. Dus dit was hem dan, de unboxing. We doen dat normaal niet op XGN, maar wil jij dat vaker zien? Ik zou zeggen, laat het in de comments hieronder weten. Want we krijgen best vaak leuke post op kantoor. En waarom zullen we dat gewoon niet in video's tonen? En laat even weten of jij deze uitbreiding gaat spelen. En nog belangrijker, of je de Collector's Edition gaat halen.